Els, kun je misschien even uitleggen, wat is je in de procedure het eerste waar je mee begint? Nou, ik begin altijd met het maken van de tekening. En vaak werk ik met tekst, dus dan zoek ik de tekst erbij. En liefst nog dat het wat diepere betekenis heeft dan alleen het beeld. Hè, dat ja. Je ook nog even wat zelf moet nadenken. En dan maak ik de tekening en dan schuiven met de compositie. En de tekening zet ik uiteindelijk over op het linoleum. En dat is wat je hier laat ja. zien? Dat is, ja. En dan snij ik de tekening uit. Ja. En vervolgens ga ik die afdrukken. Acho que não vou deixar você sair da minha vida. Sei que você vai gostar de estar no meio dessa briga. O que passou foi bom demais pra nós dois. En afdrukken. Dat doe ik daar, maar die tafel staat nu helemaal vol met rommel. Maar hier is de drukpers. Ja. Die is geschikt voor etsen en linoleum. En dit is linoleum. Ja. Dus die rol ik in met een roller. Hè, dus dat alleen het bovenste gedeelte wordt met inkt. Dan gaat het papier erop. En dan gaat het geheel door de pers. Hè, door aan het wiel te draaien. Dus als je de tekening hè, of het papier eraf trekt... dan heb je natuurlijk het positief. Hè? Dus je moet de tekening altijd in het negatief maken. Ja. En dan laat ik hem drogen. En als die klaar is, want je ziet het papier is niet wit... dan kleur ik hem in. En dan is de print klaar. En dan kun je ook vertellen wat voor soort papier je gebruikt? Ja, het is papier wat voor 50% uit katoen bestaat en 50% uit cellulose. Dus het is papier wat niet verkleurd en heel sterk is door die lange vezel. Dat het heel wat kan hebben eigenlijk als je het door de pers haalt. Ja. Zie ik daar op de tafel zie ik hele mooie schalen. Kun je vertellen hoe je die gemaakt hebt? Nou, wat heel vaak gebeurt met het drukken is natuurlijk dat er misdrukken zijn. En al die misdrukken die verzamel ik. Ja. En die haal ik dan door de papierversnipperaar. Ja. En dat stop ik in een emmer, doe ik er water bij dat het zacht wordt. En dan met de staafmixer maak ik daar pulp van. Ja. En die pulp die druk ik uit in een wokpan, dat is de mal. Ja. En als het dan bijna droog is, of half nat, ja. dan druk ik de linoleumsneders in de vorm. En dat kan je ook zien, want de vormen die gedrukt zijn, die liggen zeg maar iets in de pulp. Hè, dus je kan het verschil voelen. Nou, en dan is het al gekleurd of moet je dat dan daarna nog even verven? Nee, deze is met zwarte inkt gedrukt. Ja. En deze is met zwarte inkt gedrukt en die heb ik inderdaad met rode inkt later ingekleurd. Ja. En dan gaat er een laag lak over, zodat dat je hem ook af kan nemen voor gebruik. Ja. En je kan ze hangen. Ja, er zit een haakje aan de achterkant, zie ik. Ja. Ja. Fleur, kun jij ons iets vertellen over de distillerij en vooral ook wat jullie allemaal doen?
Ja, natuurlijk. Je bent hier bij een van de verborgen parels in Den Haag. En 1842 is Van Kleef opgericht, hier ook aan de Lange Beestenmarkt. En tot 1986 is alles hier gemaakt. Je bent waarschijnlijk even de tuin ingelopen. Zo niet, dan moet je dat wel even doen, want dat is nu een museumtuin. Dat was de distilleerderij, maar het probleem met alcohol in een centrum, het is wat brandbaar. Dus op een gegeven moment, uit veiligheidsoverwegingen, we kunnen bijna 40.000 liter alcohol in de grond opslaan, is de hele distilleerderij afgebroken. Productie nu is naar buiten de stad verplaatst, maar alles eigen recepten. Hier wordt gebotteld, hier wordt geëtiketteerd. We verkopen het in de winkel hier. Daarnaast is steeds meer slijters, horeca, restaurants in Den Haag voeren Van Kleef. En het is gewoon een Haagse lekkernij en een pareltje. Maar jullie hebben niet alleen een winkel, hè? Want jullie doen veel meer. Nee, we zijn een museum. Want Van Kleef vertegenwoordigt een heel belangrijk deel van de Haagse geschiedenis voor wat betreft het distilleren. Want alleen al in dit stukje centrum waar je bent, zaten 14 distilleerderijen op loopafstand. En daar is Van Kleef de laatste van, die nog aan dat stuk geschiedenis herinnert. Daarnaast kwamen je mensen niet alleen voor sterke drank. Je had geen slijters, dus je moest naar je distillateur. Maar ook voor medicijnen. Combinatie alcohol met geneeskrachtige kruiden en plantjes. Het was ook een soort apotheek. Het drinkwater. Ik heb je de gracht hier om de hoek gezien. Nou, dat was de verswatervoorziening, maar ook het open riool van de stad. Dus je moest daar wel wat alcoholhoudens, desinfecterens aan toevoegen, wilde je dat overleven. Etiketjes hebben we nog hangen als parfum. Ook van alcohol gemaakt, werd ook hier geproduceerd. Limonadesiropen. Als je liqueur kunt maken, heb je alles in huis om limonade ook te produceren. Dus dat werd hier gedaan. Dus iedereen kwam met regelmaat bij zijn stoker over de vloer. En als item wat we nu hebben staan nog, om aan te geven hoe belangrijk die invloed van die distilleerderijen was. Allereerste telefoonboek ooit in Den Haag uitgegeven. En ik heb het hier naast me liggen. Zal ik eventjes... Dat zou wel leuk zijn. Ja. Kijk. Je ziet dat dit is uitgegeven in 1883. Het heette de officiële gids der Nederlandse beltelefoonmaatschappij. Maar het was hartstikke duur. 120 gulden per jaar. Nou, dat is een vermogen in die tijd. Om vervolgens, want dit is het hele boek, nog geen 200 mensen te kunnen bellen. Dus dat was echt een statussymbool, prestige. Waarbij je natuurlijk de belangrijkste mensen van de stad hierin vindt. En als je hem omdraait, dan hebben we natuurlijk de advertentie van Van Kleef. En die zijn bereikbaar onder telefoonnummer. Dus jullie waren ook de allereerste aansluiting. Ja. De eerste met telefoon in Den Haag, dat was de distillateur. Nou, als je het ooit over prioriteiten moet hebben, dan is dit natuurlijk een mooie manier om dat aan te tonen. Ja, inderdaad. Wat leuk dat dat bewaard is gebleven. Absoluut, absoluut. En jullie hebben ook uitjes of zo, of jullie ontvangen ook mensen? Want we zijn natuurlijk nooit een winkelstraat geweest, dus mensen moeten een reden hebben om hier te komen. Dus waarom zijn we ook blij met dit soort initiatieven als de Parelroute, dat weer nieuwe mensen naar verborgen plekjes in Den Haag brengt. En om meer groepen binnen te krijgen, zijn we ook een receptielocatie. Je kunt hier borrelen, dineren, gecombineerd met een rondleiding, een proeverij. Dus ja, geheel cultureel verantwoord, licht aangeschoten hier het pand verlaten. Dat is eerder regel dan uitzondering natuurlijk, dat begrijp je wel. Ja, het is ook voor groepen, heb ik begrepen. Of kleinere groepen misschien. Ja, je kunt al vanaf 4 personen kun je een reservering maken. En dan heb je een borrelgarnituurtje met lekker warm brood, tapenadetjes, proeverijtje erbij, rondleiding. Tot gezelschappen van 60 gasten met uitgebreide diners. En alles wat er tussenin zat. Dus voor ieder wat wils over het algemeen. Ja. En vandaag dus de open dag voor de parels bezoekers. Ja. Een hoop nieuwe mensen, leuk, helemaal verbaasd als ze dan Van Kleef binnenkomen van goh, hebben jullie 150 jaar niks aan het interieur veranderd? Nou, dat klopt, dat is nog steeds hetzelfde. Ja. En speciaal voor vandaag ook hebben we makrelen die we roken in de tuin. Dat de oude loggervisser, die bottelt wat flessen bij ons en dan komt die op dit soort dagen, krijgen we rechtstreeks van de schepen makrelen, worden hier gekaakt, hier gepekeld en we roken hele lage temperatuur. Ja. Dus die visjes zijn op z'n Haags gezegd baggavet. Voor de dames die eventueel kijken, goede vetten, je kunt dit gewoon eten, geen probleem. En dat smaakt heerlijk met zo'n kummellikeurtje. Dus dat is wel lekker. Nou, dat geloof ik heel graag. Dankjewel voor dit interview. Graag gedaan hoor. Aan de borrel maar, toch? Ja. Goed zo.
Zo, we zijn hier in het atelier van mevrouw. Anja de Roos. En ik zie dat u met textiel werkt. Kunt u misschien vertellen vanaf eigenlijk het begin hoe u te werk gaat? Ja, zeker. Kan ik zeker vertellen. Ik neem gewoon witte stof. Ja. In dit geval organza zijde. Ja. En die trek ik om een mal heen. En sommige verf ik eerst. En dan vorm ik het. Ja. Zoals bij deze. Maar deze is vilt. Ja. Zie je de putjes. Dus die komt dan in het vilt. Doordat ik de vilt nat maak. En dan om de vorm heen. Vorm. Ja. En dit zijn lampjes van vilt. Die vorm ik ook. Maar die hebben ook nog een soort hardheid. Dat het ook nog een soort stevigheid krijgt. Ja. Maar dan moet natuurlijk stevig blijven, want warm, dat lampje geeft licht. Ja, maar ik heb er ledlichtjes in. Oh. Dus die geven zo min mogelijk warmte. Oh, ja. En er zit een opening in. Ja. Dus met ledlicht kan dat prima. Zoals je ziet, de natuur is een beetje mijn inspiratiebron. Ja. Dus ik werk veel met natuurlijke materialen, maar ook hier, beestjes, fantasiebeestjes, maar ja, wel allemaal van dingetjes uit de natuur. En soms een stukje van mij, van wat ik zelf gemaakt heb. Ja. En bij die zie je die ook, een beestje. Ja. U werkt veel met schelpen. Schelpen, stenen, eigenlijk van alles wat uit de natuur komt. Ja. Dat wat ik inspirerend vind, ja. Dat... Werkt u ook hoofdzakelijk met vilt of heeft u nog andere textielsoorten? Eigenlijk organza, zijde, vilt, maar ook wel chemische dingen of ja, iets in die richting. Ja. Eigenlijk alles waarvan ik denk, daar kan ik wat mee. En waar verft u het mee, als ik vragen mag? Ik werk heel veel met acryl inkt. Inkt, ja. Dus dat is vloeibaar. En... ja, dat is voor mij een prettige manier van werken. Ja. Dus het schildert makkelijk en het bakt op textiel. En u maakt niet alleen gebruiksvoorwerpen zoals lampjes, maar ook echt voor de sier en ook voor aan de wand. Ja, een kunst die... in dit geval was het een techniek om mezelf te helpen de controle los te laten. Dit is een techniek waarbij alleen maar... Ik heb het helemaal losgelaten wat eruit komt of hoe. Alleen maar de flow laten gaan. Ja. En ik vond het zelf heel verrassend. Want pas als alle lagen erop zitten, kan ik het zien wat ik gedaan heb of wat eruit gekomen is. En ik werd er zelf erg blij van. Het ziet er ook heel vrolijk uit met leuke kleurtjes. Ja. Dus ik doe eigenlijk heel veel verschillende dingen. Maar... U zoekt elke keer een nieuwe uitdaging. Ja, ik hou van experimenteren. Ik vind het leuk om te ontdekken. Om uit te vinden eigenlijk een beetje zo. Dat kan zich natuurlijk steeds verder ontwikkelen. Nou, dank u wel voor deze uitleg. Nou, ik sta hier in een hele mooie groene omgeving met een dame. Kunt u zich voorstellen? Ik ben Jaan Kameling-Onnes, regentes van de stichting De Hof van Wouw. Ja. En kunt u vertellen wat dit hofje precies is? Het is een, je zou kunnen zeggen, een huis voor wat dames op leeftijd uit de 17e eeuw. Mm-hmm. En is dat alleen nog dames die er nu nog wonen of is het nu alweer een beetje... gemixt, zeg maar. Nou, kijk, we zijn nog steeds wel een vrouwenhuis, zou je kunnen zeggen. Een besloten woongemeenschap voor 14 dames van boven de 50. Mm-hmm. En als u mij oud vindt, ik ben boven de 50, dan ik mag hier eigenlijk ook al wonen. Hartstikke mooi.
Nou, staan we nu als goed is in de tuin der Hesperiden. Klopt. Waarom is dit zo'n bijzonder plekje? Nou, laten we om te beginnen even vertellen dat het een tuin is die vanaf de 17e eeuw, dit stukje grond is vanaf de 17e eeuw bewaard gebleven. Er zijn hier geen flats, het is niet onteigend, dus er lopen geen wegen doorheen. Dat is al heel bijzonder. En verder is het bijzonder dat dit hofje niet alleen een voorhof heeft, waar de dames hun voordeuren aan hebben, maar dat we dus ook nog deze prachtige vruchtenboomtuin hebben met heel veel vruchten en mooie biologische groentetuin. Als mensen nou hier een keertje willen komen kijken, kan dat? Nou, wij zijn in principe gesloten. Want ja, het is te bewerkelijk en mensen gaan dan toch overal aanzitten. We hebben altijd mogelijkheden om de Hof van Wouw te bezoeken met rondleidingen. En dan moeten ze even contact opnemen via onze website www.hofvanwouw.nl. Heel simpel. Oké, okay, dankjewel en blijf deze mooie tuin mooi houden. Hartelijk dank dat we op deze televisie mochten komen. Dat vinden we leuk. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, even veiligheidsbril op. En mouwen opstropen, weet je wat? Heb ik net ook gezegd. Mouwen opstropen, anders kan je nooit werken. Altijd mouwen opstropen. Nou, wij gaan nou even een stukje slijpen. Want er zitten hele rare scherpe kantjes aan, hè? Voel eens. Die klopt niet. En die? Als je dat met deze vergelijkt. Zie je dat? Die is lekker rond al, hè? Dus we gaan die puntjes gaan we eraf halen, anders zit je dadelijk met het glas scheef. En dan heel voorzichtig. Een beetje schimmelen. Een beetje zo rond. En hier zie ik ook nog een stukje, zie je dat ook? Je moet eigenlijk ook een beetje weg. En dat kapje zit daar, omdat hij anders glas dingetjes in zijn camera krijgt. En dat kan niet. Nou, dat doe je perfect. Zo, doe maar twee handjes. Jij twee handjes. Je hebt al een heleboel gesneden, hè? Ja. Alle scherpe randjes zijn er nou af. Dat zijn gedaan. En dan gaat ze thuis, gaat ze gewoon lekker een mooi werkstukje maken. Met lijm dan, hè? Nou, geef ik een plaatje mee. Met lijm ga je gewoon even leuke figuurtjes maken. En op een bloemetje of wat dan ook, het hartje kan je beschilderen. En dan met voeg ertussen. Voeg raak je dan zwart, of zwarte voeg. En dan heb je een glas in lood. Alleen is het niet met lood. Je eigen kunstwerk. En heb je eigen geweldig. Kunstwerk. En volgende week, kijk. Is, wordt dat je eerste, denk je? Dat is wel meer of heb je meer van die mooie kunstwerkjes gemaakt? Op school? Of thuis? Nee, het is de eerste keer dat ik het aan het doen ben. Ja. Mooi. Nou ja, je maakt een ontwerp. Of ik maak zelf een ontwerp, of er is iemand die zegt tegen mij van ik zou dat of dat graag willen in die tussendeur of dat bovenlicht of iets voor in mijn keuken of wat dan. Of wc-raampjes heb ik ook al gedaan. Ja. Nou, maak ik een ontwerp en dan ga ik dat breken. Dat is best een ingewikkeld breken, want je moet altijd rekening houden met je loodkern. Die is 1,5 millimeter. Je ziet hier een H-profiel, kan je het zien? Ja. Mm-hmm. En er zit een loodkern in. Ja. Die loodkern die daar zit, dat is 1,5 millimeter. Dus bij alle berekeningen, als je er veel lood tussen doet, moet je iedere keer die 1,5 millimeter eraf halen van je totaal. Oh, ja. Vandaar dat je, als je dit dan bekijkt, dan is dat dus dan weet ik dat mijn buitenmaten dat en dat moeten zijn. Maar dan moet ik dus wel iedere keer even uitrekenen wat eraf gaat naarmate ik meer stukjes lood gebruik. Ja. Is dat duidelijk? Dat is duidelijk, ja. Nou, dan heb ik mijn ontwerp, dan ga ik het glas snijden. Ja. Dat doen we dan. Als ik veel rechte stukken moet maken, dan kan ik met de slieter. Dat is een apparaat waar je
Een beetje klein hier hoor. Apparaat waar ik... Hoppakee. Stel, ik wil 10 centimeter, of 9, ik wil 9 centimeter hebben. Ja. Dan zet ik hem hier, mijn sliter, zet ik op 9 centimeter. Zet ik goed vast. Hoppakee. Dan pak ik mijn mes, mijn glassnijer, die zet ik hierin. En ik trek op. Ah. En vervolgens breek ik dan. Nou, dus even een voorbeeldje. Als ik nou 10 van deze ruitjes wil maken. Als ik 10 van deze ruitjes wil maken. Dan heb ik dus 10 keer exact dezelfde maat. Dus dan kan ik heel snel tjoek, 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 tjoek. En hetzelfde geldt ik. Nou ja, enzovoort. Ik ben links. Dus ik heb mijn loodlijn heb ik hier zitten. Mijn latten. Ik heb deze goed vastgezet op mijn werkplank. Even loshalen. Ik zet dan mijn basis uit van dit wordt mijn hoogte van mijn werkstukje. En dit wordt, dat kan ik nu berekenen. Ja. Heb ik daar. Zet ik die twee dingen uit. Ik heb, maar dat kan ik nou niet zien. Ik heb dit even een beetje opengezet, dat lood. Omdat het, dit is nu dun glas, maar soms heb ik ook dikker glas. En dat varieert, je hebt stukken dik glas. Dus dan zet ik hem open. Ik tik hem erin. Dus hij zit nou tot aan de kern. Ja. Hier ook. Nou, om maar te voorkomen dat die boel gaat schuiven, want dat is het ergste wat je kan overkomen. Dat je een end met veel te breed zit. Als je binnen een sponning moet blijven, kan je het niet permitteren om alle kanten uit te gaan. Dus om te voorkomen dat je het niet binnen je maat houdt, zet je ze even vast. Dit had ik net al gesneden. Die maak ik hiermee open. Hop. Hop. Dan schuif ik deze er weer in. Er zijn glazeniers die laten het niet erin schuiven. Ik laat het meestal iets erin schuiven. Geeft iets meer stevigheid. En die zet ik weer vast. De achterkant is hard. Dus hop. Nu ga ik deze... Als ik het nog heel netjes wil doen, dan doe ik het even zo. Dan weet ik zeker dat hij aan die kant niet inzakt. Nu snij ik hem hier. Hop. Af. Nou kan ik deze loshalen. Ik maak nu eentje zo, hè. Dan geef ik een heel klein tikje erop. Deze kijk ik even of die mooi open is. En aan het eind... Moet het gewoon niet te open zijn, want het moet hier tussen. Hup. Ik schuif hem er weer in. Klaar. Pak ik de volgende. Ik weet het hoe, ik had wat patroontje gemaakt. Gaat hij hierin. Hoppakee. Krijgt hij weer een tik. Deze zet ik hier vast, want anders dan gaat hij weer aan wandelen. Nou wil ik deze erin zetten. Dat was niet zo, ja. Ik heb hem nu niet gecontroleerd hoor. Eigenlijk moet ik dit nu even eruit snijden, zie je? Maar goed, dat loopt voor de demonstratie nu even niet. Ik weet niet of deze lang genoeg is. Die is net te kort. Kijk, die komt er net... Nou, weet je, het principe is zo. Ik doe dit nu eventjes zo. Deze is eigenlijk iets te kort. Maar ik gebruik hem nu, want het is zonde... Je moet ietsje verder. Dit kan ik wel opvangen hoor, met het solderen. Eigenlijk moet hij erin passen. Ja. Vervolgens doe ik deze erin. Hoppakee. Nou, dit is de mooiste. Dit moet natuurlijk altijd een loodlijn blijven. Ja. En zo gaan we verder. Dan gaan we die, enzovoort. En er komt een stuk er nog in. Zo gaan we verder. Als dit nou gebeurd is, dat gaat een eindje verder. Dan tik ik al deze punten. Tik ik met deze of met een loodhamer. Even een beetje dicht. Alle punten die ik moet solderen, zet ik aan. Ik kan het nou niet doen, want dit staat niet aan, hè? Nee. Maar dat geeft me. Ja. Mijn bout is warm op een bepaald moment. Ja. En wat ik dan doe, in dit geval. Ik begin meestal eventjes hier, deze. De eerste punt. Hup, dat soldeer je. Ja. En dan, nou, nu kan dat dus niet, maar dan krijg je dus dit. Als je dan, als het een buitenraam is,
dan ga je zorgen dat de kant aan de binnenkant komt, dat die gekit wordt. Ja. En als het dan gekit is, een soort hele dikke pasta. Hoi. Hele dikke pasta. En als die dan helemaal gekit is, dat is een vervelend werkje, dan ga je met dit dingetje, heel simpel, joh, het is zo'n simpel vak in wezen. Het is ook een eenvoudig instrument. Ik kan met mijn zo'n koffertje ga ik zo en daar doe ik het werk. En wat doet u nu? U maakt nu het profiel dicht. Nu maak ik het profiel dicht. Stel dat er zit een kit onder. Ja. He, want dat heb ik nu niet gedaan nog. Nee, maar dan, en dan strijk ik het netjes dicht. Oh, dan is het wind en, wind en dingen dicht. En dan, nou ja, dit is dan een voorbeeldje. En zo wordt glas en zo wordt glas in lood gemaakt. Ja. En het is echt letterlijk glas in lood. Glas in lood. Het is allemaal nog handwerk. Allemaal nog handwerk. Ja, ja. Fantastisch. Ja. En nou ja, wat ik doe is het van het begin tot het eind procesje zelf. Er zijn ook grote ateliers die werken met slopers. Die halen de boel uit elkaar bij restauratie. De volgende gaat dan brandschilderen doen. De volgende gaat een stuk op maat snijden enzovoort. Dus een hele arbeidsdeling. En ik doe eigenlijk het kleine werk. Maar dan doe ik van het begin tot het eind. Ja, dank u wel. We staan hier bij mevrouw Tineke Meewissen. U maakt, u beschildert iconen. En hoe doet u dat precies? Dat is een hele aparte techniek. Ja. Ik schilder heel authentiek, volgens de orthodoxe traditie. Op houten panelen, met pigmentverf en eigeel. Daarmee meng ik de pigmenten aan. Daarna worden ze gevarnist. En dan sla ik natuurlijk een heel groot stuk over. Want hier gaat ontzettend veel tijd in zitten. Ja, om die te schilderen op deze manier. En dan worden ze gewijd. In de Bulgaarse kerk. In de Bakkerstraat. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk, wijden? De priester die wijdt de iconen. Hij zegent de iconen, ja. Ook met een gebed. En de schilder of de schilderes, die wordt ook gewijd door de priester. Dat is dan heel speciaal. Ja. En dat gebeurt voor elke icoon apart? Of heeft u ook wel dat u zegt van nou ik heb er 5 gemaakt, dus ik ga er met 5 tegelijk? Icoonwijding is natuurlijk maar een paar keer per jaar. Oh. Dus je verzamelt ze en voor de 1 keer gewijd. Oh ja. Kijk. Hoe lang bent u bezig met 1 zo'n icoon beschilderen? Een hele moeilijke vraag, die wordt mij heel vaak gesteld. Ja. Maar het is natuurlijk geen werk wat je van 8 tot 5 doet. Af en toe een uurtje. Soms ben je totaal niet in de stemming. Dan lukt dat gewoon niet. Een middagje misschien. Soms een hele dag. Dus de uren, ik heb ze niet bijgehouden. Maar wat hier ligt, is wel werk van een aantal jaren. Ja, yes. Ja, en ik zie ook dat elke icoon heel bewerkelijk is. Ja. 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 Dus het vergt ook heel veel geduld. Ontzettend veel geduld, ja. Nou, we vonden het erg leuk om een kijkje te nemen. En ik wens je veel succes. Dank u wel. Dit is de basisvloeibare zeep. En die heb ik gemaakt van zonnebloemolie, kokosolie, glycerine en nog wat andere bestanddelen die ik niet noem. Ik ga nu voor die mevrouw een mini sample zeepje maken.
zeg maar wat u wilt. Honing. Gele kleur. Honing en gele kleur, dat komt eraan, een momentje. Ik moet even wat dingen bij elkaar pakken. Gele kleur was het, hè? Geel, ja. Nou, dat zijn de dingetjes. Trechter is niet officieel. Het is een mooi trechtertje, maar niet een visitekaartje, trechtertje. Maar... Hier, ik ga het flesje aan te vullen. Ja, ik zit wel goed. Zo. Zo. Dan krijg je die basis voor. Dit is de kleur. Dit is parelpigmoer. Ja. Pigmenten, dat is op waterbasis. Waardoor ik het hier wat makkelijker kan hanteren. En het nog iets hygiënisch blijft over van het hygiënisch proces. Dat is zeker wel sterk spul, want er gaan maar 4 druppeltjes in, zie je. Ja, want het mag niet, maximaal mogen dat maar wettelijk erin. Oh. Ik mag niet boven. Er zijn ook regels voor. Ja, er zijn zelfs de regels voor. En hier mogen er maar zoveel in. Ja. Zo. En dan krijg je het potje. Nou, je ruikt de honing al. En dan is dit het zeepje. Oh, en dan komt er een mooi stickertje op, zodat iedereen kan achterhalen waar die zeep vandaan is. Want dat is ook weer wettelijk verplicht. Mm-hmm, ja. En dan wordt het dit product. Prachtig. Ja. Geweldig. En nou hopen dat het de goede geur is. Oh, dit is de goede geur. Testen. Misschien mag je hem vrij verruiken. Ja, ik ben benieuwd naar of het lekker is. Ja. Hallo, goedemiddag. Ruikt zacht. Ruikt het ook sterk naar honing? Niet heel sterk, vind ik. Moet er nog licht. Meer? Maar het was al wettelijk gemaakt. Ik heb meer er zo die, nu 5 in zitten, het mag er nog 2 bij. Dus. Ik denk dat ik meer een ingrediënt ruik van de basis. Het is met de hand, dus met de hand gaan dingen anders dan... Maar zo ruik ik meer de honing. Ja, ja. Veel meer. Ja, ja. Goed zo. Ja, ik hou me precies altijd in het gemiddelde, dus als het dan meer moet, dan doe ik er meer bij. Maar dan is het klaar. De eerste keer rook ik meestal niet. Ja, omdat ik het heb geschreven door elkaar. Lingua en felroze mango. Felroze mango, dat is weer degene waar ik fout op kan gaan. Oh. Oké. Okay. Nee, ja, ik moet het niet boven, dan kan ik het totaal niet meer schudden. Nee, vanmiddag deed ik een aantal keer dat ik hem helemaal tot de rand deed. Het is dan heel moeilijk schudden. Ja. Dus. Oh, de kleur is goed. Trouwens. Ja, hoor je gelijk. Ja, prima. Een dagje aan de gang, dan kom je er wel. Zeker. Hoe komt dat hele felle roze nou zo natuurlijk? Ik heb er extra veel paalpigment in. Ruikt het naar mango? Ruikt naar fruit in ieder geval. Is het dus heel, heel erg... Lekker. Aangename geur. Ja, aangenaam, ja, zeker. Yeah.